Hallo iedereen, welkom hier bij ATV. Spannende wedstrijd, hoe we dat maken. Mijn naam is Sjoerd. En achter die andere microfoon zit Jeroen Guter. Over enkele ogenblikken gaan we hier kijken naar een wedstrijd in de competitie. Ik kan niet wachten op de aftrap. En wij ook niet. Nou, als ik tweede was, dan zou ik het wel weten hoor. Ik zou zo veel mogelijk spelers op kans geven. Opstelling waarmee de coach gaat beginnen. Heel klassiek, deze 4-4-2 formatie. Inderdaad, zie je, met twee spitsen. Opstelling van de tegenstander. Dat lijkt op een 5-3-2 opstelling. Ja, klopt, zie je het. Met mensen op de flanken die heel veel meters moeten afleggen. Thank you. Enjoy the game. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. Ja, en dan gaan we eens kijken hoe de scheidsrechter deze situatie aanpakt. Een fraaie dribbel hier. Waar gaat die eindigen? Die moet erin hoor. Goed gered hoor, door de keeper. In het midden van de 16. Niet goed gedaan dit zeg. En hij zit ertussen. Hij stoomt verderop. Hij is zijn directe tegenstander voorbij. Midden voor het doel gegeven. Zo, dat was helemaal niet zo makkelijk. Nou, dit is gewoon een heel knappe redding, zie je, want er was nauwelijks tijd om te reageren. Hoekschop komt voor. Oei, schoonlijk weggewerkt. Ja, zo'n hard schot is leuk op de kermis, maar hier heb je er weinig aan. Nee, niet zelfs. Misschien de volgende keer iets minder hard proberen te schieten. Het is maar een adviesje. Christian Gentner. Blijft aan de bal. Een schot. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast staan.
Steve Cook. Heel goed druk gezet. Ze hebben de bal. Ze graven zich daarin en wachten tot de tegenstander komt. De bal is hij kwijt naar die tackle. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Nou, maak hem dan maar voor de voorsprong. Oh, knap gered, zegt die bal. Corner voor het doel gebracht. Die houdt hij makkelijk tegen. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Een sterke en een vrije trap op deze positie. Dat kan wel eens heel interessant worden. Dit zijn de doelpunten die we zo graag terugzien, hè, Siert. Wat een mooie trap. Eerst over de muur en dan draait de bal naar binnen. Zo het doel. Subliem. De score is geopend. Het is 1-0. Paas was net niet goed genoeg. Dat wordt een inworp. Rick van Drongelen. Ze maken uitstekend gebruik van het balbezit. De voorzet wordt gegeven. De paas kan hem onderscheppen. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. Op zoek naar een kans, een opening. Oei, jammer van die aanval. Ze raakt de bal alsnog kwijt aan de tegenstander. Christian Gentner. En start die brommer maar. Een belangrijke interceptie op deze plek van het veld. Sterke actie. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. En balverlies. Staan tijdens zo'n seizoen
honderden uren. Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Gaat ze wel toch in. Hoekschop in het centrum geplaatst. Sterke actie en gelijk weer in de aanval. Hij komt met een schot. Makkie voor die doelman. Hij kan gewoon blijven staan. Knappe verdedigende actie. En weer een balbezit. Steeds iets verder. Uitstekende mogelijkheid. Nou, hij blijft scoren. Dit is zijn tweede deze wedstrijd. En wie weet wat er nog komen zal. Wat een heerlijke actie was dat. Moet je kijken hoe lang hij aan de bal mag blijven. Er is geen verdediger die echt ingrijpt. Ja, en dan komt het moment om af te ronden. En dat pakt hij met twee handen aan. De eerste helft van deze wedstrijd zit erop. Ja, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Zo zeg. Deze keeper zal wel wat problemen hebben om vanavond in slaap te vallen. Want deze aanvallen maakten hem het leven zo ongelooflijk zuur. Hij heeft al een paar keer gescoord. En ik denk eigenlijk dat hij daarmee ook de... De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Goed werk, zeg, om hem daar af te pakken. Maar er komt hulp aan. Niet goed gepaast, nee. Helemaal niet. Balverlies. Ze werken nu aan de opbouw. Schiet! Ja, kijk, zo is het weer een wedstrijd. Kunnen ze nog langs zij komen? Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Het verschil is minimaal, het staat 2-1. Lekker opstomen met de bal. Die gaat hem tegen. Nee, gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Mooi, die loppaas. Naar de man bij de tweede paal. Dat is dan ook weer opgelost. Nou, wat kan hij hiermee? Een succesvolle tackle op eigen helft. Ze laten de bal rusten.
dus de rond gaan op zoek naar de gelijkmaker. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ze nu al de bal zouden inleveren. Mogelijkheden voor een counter. Nee, die aanval zag er veelbelovend uit, dus dat zou wel eens een kaart kunnen opleveren. Gele kaart voor die actie. Nou, flinke overtreding inderdaad. Dat moet toch lukken, deze bal. En de spelers gaan op de juiste plek voor de hoekschop staan. Voor het doel gegeven. Nee, die is goed weggewerkt. Moe. Daar kan de keeper makkelijk bij. Misschien valt hier iets te creëren. Richting het midden voorgegeven. Gevaar geweken. En een zucht. Ha! Vanuit luchten. Dribbel. Dat komt niet aan hoor. De medespelers in het midden gegeven. Bal blijft binnen naar die redding. Die gaat er alsnog in bij de tweede poging. Ach, die keeper zat eerst nog fantastisch tussen trouwens. Nou, hier zit het eigenlijk gewoon 1-0 tegen. Bij die eerste inzet zat de keeper er goed bij. Dat was het probleem niet, maar met wat pech komt de bal dan toch in het doel terecht. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Ze hebben weer balbezit. Dat is een fraaie actie. Richting de goal daar. Ja, eitje. Voor de keeper, natuurlijk. De bal weer heroverd. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Stewart. Anderson. Zit er goed bij. Anderson. Stewart. Fox. Wordt in de 16 gegeven. Heel goed druk gezet. Ze hebben hem met 2 vingers in de neus gered. Dat is toch knap hoor. Want dan kun je dat maar met 1 hand doen dus. Dat is nog een keer verdedigd. Dat is een kunst. De scheidsrechter fluit. Het is voorbij. De thuisspelende ploeg verliest. Nou, de conclusie is vrij eenvoudig.
De doelpunten kregen ze vandaag veel te makkelijk tegen. De eindstand zegt alles. Het is heel duidelijk, er ging van alles mis in deze wedstrijd. Er is één ding, ze moeten de wonden gaan likken. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zege is voor een groot deel aan hem te danken. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.